Welkom bij een nieuwe video. En dit is de video over de framepuzzel van Jan van Haasteren en die heet Drosten, terwijl de Chocolate Factory. En is natuurlijk van Jumbo, maar de uitgave is door Drosten geweest. Puzzeltje van 150 stukjes en de framepuzzel noemen we zo, omdat die in een frame zit. En de omlijsting, je gaat daar de puzzel in leggen. 150 stukjes ben je natuurlijk zo mee klaar. En er is ook een puzzel van uitgegeven. Deze is ter ere van het 150-jarig bestaan van Drosten. En dat was in 2013. En toen werd er een actie gehouden waarbij je deze framepuzzel dus kon krijgen. De actie werd gehouden in de winkels De Tuinen en bij de Albert Heijn XL winkels. En dan kreeg je een framepuzzel bij 3 chocoladeletters. Dit is de enige framepuzzel waar ook iets op de achterkant staat. En hier zie je dat staan. Drosten en Koninklijke Jumbo vieren dit jaar feest. 160-jarig bestaan van Jumbo en het 150-jarig bestaan van Drosten. Heeft Jan van Haasteren natuurlijk even vermeld dat de tekenaar Jan van Haasteren is. Die heeft deze tekening destijds gemaakt.